Goeien, welkom in het Posthustheater. Het podium, dat is het plak waar mijn gast hem al 54 jaar thuis viel. Hij is cabaretier, hij is acteur, hij is kruwer, presentator en ik dichter. Dat kan maar in je wijze. Het is Riens Gratema. En hij had het op het moment smoordrok, dus ik ben hartstikke blij dat er even tijd vrij maatje koer om je te komen. Want in kwarten, maar zijn 80ste jidje, kiet zijn naaste voorstelling in première. Dag Riens. Dag Annette. Welkom. Dank je. Nou, is het drok, hè? Ik heb het drok. Ik kom hiemgend op. Ja, ja. Nou, zullen we nog maar lekker zitten hier? We zitten. Ja. Ja, 80, dat is een leeftijd, Riens. Vies het ik vervelend om ter oor te houden? Ach nee, je hebt een kar. Het is al. En het is een. Het, nog het bin, haast bin, haast bin. Nou, denk ik in die. Wat is dat een eind? 80 hier. Een eind libben en ik een hele eind carrière. Ja. Wist wat zo leuk is, wat mij opvoel bij het besjen van die werk, dat het de laatste jaren al de regelmatigst hast over het ouder worden. En dan heeft het vooral mijn 65 of zo? Ja, zo wat heen. Zo. Zullen we daar eens even naar zien? Ja, ik heb ze achter elkaar zet. Het is zo, jongens. Ja, maar mij, Gerry, we doen maar. Ik krijg het algemeen nog heel veel complimenten. Maar wat knap dat jullie dan in de hol op zijn kinderen. Kijk, mooi hoort. Ja, mooi hoort. En dan je idee. En daar bat er nog van alles. En daar ben je dan net mee bij. Je lieve Gordon. Je varium. Stiert een oudman. Likje vol van jern. Was van verdriet. Ze zei je vaatje met jouw publiek wat ik hoor, dat zei ze dan. Dan zit ik nou in, maar dat net of zo. Hé? Zou je hem dit vertellen als Sam Jeroen 20 jaar nog van me zitten te trillen? En ik zit op het toneel te flippen. Dan doen we dat. Hé? Ze bent welkom, als ze maar betellen, zeg ik al iets. Ik ben nog net op mijn retour. En het is oer. Hoe vallen? 45 seconden, 33 honderdste. En? Dat is 6 honderdste hudder als juster. Ja, koest de gangen nog aardig inhouden toen. Ja. Ja. Riens, is dat tactiek van jou om het om maar zo starigjes aan op het podium al over die leeftijd te houden, zodat de oren er net over beginnen? Waarom dat staat? Ja, de ongeval is de beste verdediging, hoe zei je. Nou ja, ik denk het net. Ik denk dat dat gewoon is wat bij je limit op een bepaald stuit. En wat je ooit je publiek ik zeg. En dan heet het daarover. En dan net op een manier van, och. Wie destijds had je volle beter en wat is dit wat. En die moderne tijden, maar gewoon goed dwars dat je aan. Van ze kruisen ze net onder en nooit meer door 20 jaar nog zitten. Of de rest hoe je het. Dus dat heb ik altijd wel aardig voelen. Om daarover te dwarsbongelen. Ja, en ik... Om die realiteit van het leven het podium op te krijgen misschien. Het is wel persoonlijk, hè? En misschien... Ja. Nou ja, ik vind dat ik wel een aardige functie van het theater. Dat zo is van je Helly. Het leven op het podium, dus in dit geval mijn leven. En het leven van een aantal mensen die dat herkennen in de ziel. Mm. En een oor neemt verder een oorleven mee. Ik denk dat dat een interessante factor is. Ja. Maar dat is iets wat sinds maar in de begintijd van Litwissen van Tedman en zijn natuurlijk helemaal nog net spelen om die persoonlijke dingen ik mee te brengen. Is dat letter er wat meer in kwam? Ja, ja, de emotiet een beetje of zo, dat vind ik net. Of het persoonlijke? Of zo is Tedmantijd en dan het persoonlijke. Nee, minder denk ik. Maar als ik net vierde in een solo cabaret, wat ik dan Jern Dien heb. Dan heeft natuurlijk alleen nog maar die cells. Dus een keer hoe het lippen praat, hoe de vrouw, hoe alles wat hij dwars zit en hoe alles als mooi viest. Maar dan heeft het natuurlijk ik hoe die zelf. En dan neemt ze die cells mee. Dus, en dan mast ik, ja, daar viel ik me het beste bij die ook. Ik had hier enkel bezwiertje in om te werken waar ik ben. En ik denk dat ik 80 ben, hè? Mm-hmm. Maar de wist ouder, natuurlijk als persoon, maar ik als performer. Ja. Ben er toch dingen die hij dan dwars zitten als performer? Van dit ken ik net meer sa? Of... Ja, nou, het, ja.
Ik ken nou eerst door zelfs en ik moet dan zo wachten hoe dat jeet. Het moet net een geboekel worden. Het moet ik net sentimenteel worden. Het moet ik net te brekbaar worden al hier. Theater is voor mij wel een vorm van energie. Dus er moet wel wat bij komen en er moet wel wat barren. Ik wil net ook daar steen te mummelen in dan en ik zeur dat van mezelf dan hoog onmiddellijk op. Ja. Maar is er nog wat is de grens tussen mummelen en brekbaar? Want brekbaar is natuurlijk wel mooi, hè? Ja, brekbaar is mooi. Of dat ik een beetje spiel is, Annette. Want dat is natuurlijk een beetje weer in het theater. Je moet maar voor een pad wijzen van wat je doet. Als je zelf te brekbaar bent, dan kun je het net meer spielen. En dan mag je eigenlijk alle emoties net zelf te volle beleving, mag je bij het publiek lezen, anders wordt het vervelend. Ja. Die dubbelheid moet erin zitten. Die moet erin zitten. Ja. Je mag het wel vielen, maar voor een pad en de rest mag je naar de ziel te brengen. Speelbaar blijven. Ja. Zelfs waarom je naar de oude doos, naar het begin? Ja, nieuwsgierig. Tetman Tiet natuurlijk, daar best begon, het cabaret van Tetman de Vries. En nou in Iris Saïs best van die zelf begon. Saïs je letter, ja. Saïs je letter. Ja. Ik heb even een paar stukjes achter koor zetten van die hele begintiet. Mooi. Wij binnen het volk, van de hoorn om de ploeg. Wij binnen het volk, van geen woorden maar daden. Wij hopen dat je met het Heiteloon al je zuren wijzen zullen van deze directe reportage van de misknibbelverkiezing in Parijs, werd u zien je voordig Fries kwamke. Je versibbeltje Potinga van Volsgeren de Friese ere verdierend. Misknibbel, ik wil misknibbel. Sjeik Sjoerd van Aren. Ik ben de gas- en olie-sjeik van Aren. En in mijn stal heb ik geen koeien, maar een harem. Ik zit op fluweel, ik zit op gas. Dat brengt miljoenen in mijn kas. Turke graven, aardgas boarje. Mechaniseren en haren warje. En op een dij weer atomen splitsen. Lekker hi-ha-ha, bom hitsen. Ja, atomen splitsen, ha-bom... Hitsen. Ha-bom hitsen. Ha-bom hitsen. Alliteratie, ja. Ja. Nou, dat is oud, hè? Ja. Hoe zit dat nou uit te zien? Dit is 60er jaren. Ja, dat is altijd, de heeft altijd mengde gevoelens over. Aan de ene kant is dat wel heel nieuwsgierig. Ik vind dat dit heel muzikaal, moet ik eerlijk zijn. Het is altijd, we hebben altijd tegen muzikaal werkt. Want dit ben nog hoofdzakelijk wiskjes van mijn eerste pianist, Cor Huisman. Dan denk ik, nou, toch een modern mansje, die weer doe ik al goed, 50. Mm-hmm. En... Dat vind ik dan positief. Daar ben ik een soort dingen die ik dan... als dat in een kopje werd net een plooike, werd net een rimpeltje, werd niks op zit. En nog te min één misschien ik nog. Nee. Dan dat vind ik dat wel misschien niet dat. Ja, maar vind ik, ja, het ben tieden. En, ja. En er is niks voor verorie. En ze hebben die en ze weet. Is er verschil vistal van dingen die het vol gedateerd binnen en dingen die het altijd goed blijven, als dat zo juist? Hoe? Binnen dingen die het altijd, die de tand destijds is, maar goed trosteren? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat er ten eerste doen, er wordt natuurlijk het hi-ha-ha-bom hitsen, atomke splitsen, dat is een beetje voorbij. Hoewel dat een leuk sketsje weer van de emigratie van de Vrood en dan eerst Zanzibar en dan Zurich als laatste plakken. Zurich wie het laatste plak wordt voortdong. En de hier Zwolle natuurlijk nog had erom gehad, maar daar kon de jongen mij niks om. Maar het is... Dat het gedateerd wijzen is natuurlijk inherent aan humor. Humor verouderd, de manier van dwang verouderd, onderwerpen verouderen. Het lyrische pad, zo'n mansje bij de fanfare, dat vind ik wel eens leuk om te zien. Dat denk ik, dat bloot wel, ja. Nou, en ja, het eerste stukje kening lyrisch. Nou ja, Shakespeare bestaat al zo lang, dat hoorde ik nog wel even vol. Ja, dat is natuurlijk het beste voorbeeld, dat Shakespeare nooit en nooit verdwijnen zal van het podium natuurlijk.
Maar hij is me verteld dat Sjaik Sjoerd, dat is die ik al een beetje aan het oppoetsen wist. Ja, het is een ding wat drie weken van mijn première doe bedocht. Hè? Want wie je noemer in het bevoel me net en ik die dit erin en het wie een hit. En ja, als het nog zo is van dat herhalingsprogramma, wat je zo is min of meer toch, daar zit dat ik weer in. Ja. Ja, op 10 jeetje, hè, gaat dat in première. En dan krijgen we Sjaik Sjoerd te zien. Ik ben maar zo'n jurk. Ik weet net wat al die rommelige kind, want ik ben maar linnig. Maar ik heb natuurlijk wat fantastische muzikanten bij me, Peter van der Zwagen en Clara Rulman. En ik denk wel dat die hier en daar in de Oosterse sfeer mooi doen. Ja. Ja. Ik wist van. We moeten het nog repeteren, maar dat... Ja, mooi dat die echt die oude dingen, dat die gewoon weer omkomen als ze... Ik denk dat mensen dat leuk vinden. Ja, en daarom doe dat ik. Ja. Is zelf ook leuk. Ja. Toen stapt dus het podium op bij Tedman. Wist 24, hè, ongeveer. Want die leeftijd hinnen. Er is al wat ondervinding bij het speelje, bij het toneel. Maar zo professioneel altijd maar Tedman weer. Dat is natuurlijk helemaal net een opleiding. Hè? Dat is net een theater- of een kleinkunstopleiding. Nee. Maar het aardige is, dat is letter in die lippen. Wol zelf lesjoen. Ja. Hij is die kunde oorbracht. Ja. Daar hebben we ook een opname van. Want er had ooit iemand bij die Delwest, bij het lesjaan, de kleinkunst. Nee. En ik even aardig om te zien. Er binnen twee leerlingen in deze klas. Letter hartstikke beroemd worden. Caries van Houten en Eva van der Gucht. De oplettende sugger. Die zult ze vinden. Ja. Aangroeien in stem, je hoeft geen woorden te gebruiken. Dat wordt dan meestal een soort, als je klanken moet doen, een soort mengeling tussen Italiaans en Scandinavisch. Van Chinans, Honder, ik heb altijd het aan, dan waar kan je hoe vooral, tot ik aan, wat dan iets dergelijks. Wat zijn E se tu ni chissà tutti quando? E se tu ni chissà tutti quando, eh? A me si vuole scrivere voi! E me li scrivere in vero! E me li scrivere in vero! Ma che vuoi? Ma chi ma raha, ma carina! Ah, sciampare che l'ho fatta in una voce, ho fatto niente un po'. Però sto un po'. Salà, boh, oké. Okay. Ja. Terug. Vooruit. Zand erover, hè? Nog één keer doen. Zo gedeeld. Nog één keer doen en nou anders. Nou is het liefde. Nou is het liefde. Nou is het liefde. Wat leren de studenten van zo'n oefening? Is dat ze? Ik ging meestal het eerste jaar. En het eerste jaar dan komen. Ik zei al het ben, ik denk dat ik de enige docent die op jaar gedeven die kinderen. Sorry, want ja, ik wie ik de enige die ben hier, denk ik. Zou Ruud Wijsman Wolles. En die kwam natuurlijk over het lawaai. Mm. En die komen in San Amsterdam en die komen op San Squallen. En het is altijd een aardig iets om die los te krijgen. Om die zodanig te krijgen dat ze lol krijgen. Om haar stem, om haar eigen leer. Om alles wat ze maar dat instrumentarium kennen. En dat is eigenlijk, ja, wat ik dat die, dat nemen ze dan hoofdvak. Dat die eigenlijk jongen en spilly. Mm-hmm. En dan op een manier dat zo is van, wat is het eerst te vertellen? Wat techniek, daar heb je een orenleraar voor, maar ik wie echt, ik zei van, waarom zoek ik naar die Sjen? Wat is er interessant hoor? Ja, en dat moet ik zonder begrippelijke taal, met dat boeien. Ja, en registers, en klanken, muziek, mooi, ja. Ja, en betocht is dat dan alle jaar zelfs, omdat zelf die scholing net hongen heeft? Nee, ik hier zelf een bepaald talent om u te vinden wat goed vind. Ik kwam dat ik zin. Toen ik op de academie kwam, heette natuurlijk eerst even een aantal lessen beschouwen. Ik denk, oh, dat zei je dat en ze reageert erop. En dat betekent zelf een programma. En meestal iets wat voor studenten ik verrekte leuk en interessant is. Dus ik iets met een bepaalde ontwikkeling. En naar een soort afsluiting daar werken, maar ook hoor. En dat heb ik dus nog ergens in een kastje. Dat is een leerproject. Ja. Maar dus zelf uitvoeren van uw praktijk. En heeft er zelf ik wat van leerd van dat lesjaar? Alleen nog maar.
Alleen ja? Maar, wat de student dan krijgt van je, dat is nooit. Dat is nooit. Nou, je noemt algemeen, ben je ook net ontevreden om mij. Maar was er zelf al eerst, is natuurlijk alles. Dus het is te de praten over zaken dat zelf jongens maar dwanden beest. Ja. En dat steeds van, bij elke opdracht die zelfs, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Mm-hmm. Wat hou ik zelf in de gaten? Dan te reflecteren naar hoe stem, het zelf en van, mijn, van mijn ontspanning en van mijn dingen, sien of ze zees. Dat, dat wist alleen maar met wanden. Dus dat, nee, dat is leuk, hè? Ja. Hij in die tijd net toch, god, toch wel jammer dat ik zelf die opleiding net niet aan heb. Ja, dat, ja, ja, natuurlijk is dat zo. En tegenwoordig is dat natuurlijk ik, de normaalste zaak van de wereld. Doe wie, er, doe wie dat net? Als je hebt maar weer een auto die dacht dat net als op een bepaald moment ik begonnen. En vooral jarig wie een natuurtalent. En dat gong je zo. En dat is een prima leerskwaliteit. Ik zei die vertellen, als het jong nog jong. We winnen met 1200 jong in het jaar winnen we voort. Als dan jong of jong dingen spelen mast als beginneling, die kloppen, nou, dat is een geweldige leerskwalle. Ja, in tenten waar mensen lawaaiig binnen vaak, hè, dat soort de omstandigheden winnen natuurlijk ik net altijd lieke ideaal. Nee. Maar als dan zei van, dat hier ik eigenlijk nog wel wat meer leren, wat zou dat dan wezen? Ja, ik denk Annette dat ik nog altijd leer. Dat is het leuke van het vak. Ik denk, en vooral wat het schreeuwen onbelangt. De vies toch langer natuurlijk meer de goede vorm. De vies toch langer meer een kwattere waaien naar die het onderwerpen ta. Dat, als dat kopje dwan de bloot dan is dat een leerproces. Ik denk, nou, wacht, nou, maatje is net minder als doe. Only better, denk ik dan. Ook nog eens de horende tekst in de beledering. En wat onbelangrijk, mijn presence op het toneel, wat ken, ja, ik heb ook graag natuurlijk. Ik vjouwer hier lang op die leeftijd. Alleen nog maar mezelf dwan de wijze wonen. En maar alles verliezen, ze was toen die hingen, heeft bekrompen dingen, onvrijheden. Mm. Want dat is natuurlijk een gouden bezit. Ja, dat is een squalle, hè? Die zet je even helemaal dat is op een naaidel. Ja, dat is zoiets van. De gêne het wordt, want iedereen doet hetzelfde. Mm-hmm. Je doet net gek, want iedereen doet gek. Mm-hmm. En je bent ontroerd of emotioneel of wat dan ook. Ja. En iedereen is. Dus dat jouwt een soort steun. En uiteindelijk weet je, dit is het legitieme gebeuren van dit vak. Ja. Dus zou je de gêne krijgen? Heb je nog wel een gêne? Op ergens? In het vak? Ja, in het vak? Nee. Ik denk ik net als het broekje kist. Mm-hmm. Ik denk, het leuk is het vregers, want toen ik bij Tetman kwam, toen moest ik de eerste achterspeling van het Tietgontje Skof, dan wie ik de Jean Premier, dat speel ik Marieke Landman. En dat wie het sterkste stikje net van het Tietgontje Skof, want dat wie het Tietgontje Skof. Dan wie wij het jonge stel wat trouwen woe en dit en dat. Mm-hmm. En dat wie al je vrij. Eenvoudig en een beetje naïef. Maar doe hij het voortendal geleerd, als ik je net in doe, dan is het verlen. Als je op een toneel steekt en de stift en de size van, ik zeg dit nog wel, maar ik meer dan niks voor je. Als de wijk roept van de mast wel eens wat dwan, wat over een schreeuw ik. Wat minder leuk is, doe ik erin, want dat is best verlen. Ja. En zou je dan moest die scène aan de kant komen of moest je juist in die scène gaan? Nou ja, dat is ik weer een dubbel ding. Ik denk of het bewust met wanden bist, of het bewust aan de kant koopt, dan bist het bewust met wanden, heb het ik bewust in die en heb het ik bewust hoe woon. Ja. Nou, we zitten saai in de praktijk. Zullen we eens even wat doen? Want ik had hij vregen wat te doen. Zullen we dat nou eens even doen? Ja. Stond met dan aan de kant. Oké, kom maar achter die jongen. Ja, kom maar. Ja. Vies het ik akelig, zo'n lege zeel, Ries? Nee, ik kan me zelf voorstellen dat het vol is. Ja, ik dacht, hier is het hart vol. Ja. Ries, ik hierdie vregen om een brief te schreeuwen aan diezelf op jonge leeftijd. Dat heeft die, hè? Ja. Ik weet net, was dat opschreeuwen hast? Dat zit hier al in. Dat is voor mij een verrassing. Ja. Maar we hebben daar een liedse verrassing.
We hebben namelijk één persoon publiek. Jonge Riens, kom er maar in. Dit is Riens. Op jonge leeftijd. Dus, meest die verhaaltje in Riens vertellen? Dit is Riens op jonge leeftijd. Ja. En moest beginnen wanneer je er klaar voor bent. Hij liet er ook op het op. Dank je wel. Dit gaat over alle Riensen op jonge leeftijd. Beste Riensen van Doe. Jij kennen mij net, maar ik ken jij wel. Ik heb oontenken zo jij. Ik heb foto's in een album. Riens van 6, van 8, van Tolen, van Santje, van 26. Als ik hem zin kom zo op het dik, dan zou ik hem zo weer kennen. Je me mij net. Je me haalt een foto van mij. Je een idee haalt hem van hoe groot je is. Je zorgt nooit naar je heet en men. Wacht even. U heet en men, want het ben mijn heet en men ik. Je zorgt nooit naar u heet en men. Om een idee te krijgen hoe dikker nou uitsjog. Daar heb je verlet van. En ik in die, je ben jong. En daarom rien ze van 6 en van 8 en van Tolen en van 26. Daarom moet je met vooral dwaan wat je dwaan matte. Deze brief is net te vertellen, om te vertellen dat je hem rechts geen mat als je hem links hoort slaan. Dat je hem zwijgen mat in plaats van praten. Doch maar, doch wat goeds. Maak je fouten, hoor ze, wil je mij net. Want dat is wat ik met deze brief zei, ze wel. Je wilde mij. Dat kun je net weten, want je kunt niet lippen. Kun je jaren waarom je maar net een tel vooruit. Maar je wilde mij. En dan hoop ik maar dat ik Jim een beetje bleum ben. Groeten van Riens van Nou. Ja, mooi. Dankjewel Pieter Boonstra van de Jeugdtheaterschool in Ljouwert. Nou, mooi. Ja, want ja, je hebt hem keerst omdat hij het meest op mij liet. Nou, ik dacht dat dat wel een goeie weer. Ja, mooi, hè? Ja. Bedankt, hè? Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, het is een jongen die ik graag het podium op wil krijgen als hij. Ja. Maar hij moet dus fouten maken, zei hij zo. Ja. Hij moet fouten maken. Nou ja, dat was steeds, hè? Wat er mij wilde wel. Ik ben natuurlijk genoeg oude mensen die geen fouten maken. Hè. Ja, hij wordt hij. Dat is geen mens. Hij wordt. Nou ja, die band, dat is net een common band, worden jou. En dat wist dus zelf. Ja, het is een wonderlijke gedachte, maar dat is er hoe begonnen. Dus ik heb dit ervan maken. Ja. En zo viel het wel, ja. Dat je nooit weet te kennen wat het wordt. En dat je letterlijk alleen maar waarom geen kennen hoe het weer. Ja. Want dat onbelangrijk is, dat vind ik wel leuk. Hè? Mm. Je hebt een heel traject achter je van aardige dingen, dat het een beetje klopt. Mm-hmm. En die ben al hier weer bad. Mm-hmm. En alles wat steeds van de toekomst kan ik heel aardig werden. Maar het is niet waar gebeurd nog. Nee. Het moet gebeuren, maar alle fouten en hindernissen zou niet er op het paard komen. Ja. Dan beginnen we even naar een stukje Shen. Want daar heb ik een heel skoft na die eerste dingen die we zien hebben in Nederland spelen. Ja. En er zijn wel mensen die toch was verjitten, maar het had een flinke hap uit die carrière geweest. Ja. En zeg maar, dat is het eerste al. Ja. Iedereen heeft wel een droom in zijn leven, die hij misschien aan geen mens ooit ontmoet. Regen op het bloemkoolcorso. Zes gekleurde peertjes hangen bevend aan een draad. Regen op het bloemkoolcorso. Heid! Oh, het is in het Fries, het is zijn vader. Ik zal het even vertalen. Ja, dat is vader. Nee, dat kan het. Het kan niet. Ik ben aan het werk. Hij is aan het werk, wat hij daarmee bedoelt weet ik ook niet. Kijk!
kijk, ja waar dan? Nee, ik wou gewoon alleen maar zeggen, kijk, kijk, we zitten nou zo wat een volle dag op deze dijk. En er is in al die tijd nog helemaal geen pest gebeurd. Zouden we dan niet eens even maar een hapje afgekeurd? Eten kun je later wel heel duur, desnoods en uitgebreid. Momenteel zijn wij verplicht tot rusteloze waakzaamheid. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Het zijn natuurlijk maar een paar snipsnapjes, hè? Maar er heeft een behoorlijke tijd Nederlandstalig Dwaande West. Ja. Want het begon maar alle jaar maar die brief van Wim Sonneveld. Ja. Die hier daar jet. Ja. Hij verstond er wel geen bal van, maar hij vond het geweldig. Ja. En die heeft angst bezocht om daar het loon in te loeken uit Friesland waar. En dat heeft ik bezocht. Ja. Ja, toen hebben wij, ik denk, 10 jaar in het achterkoor alleen nog maar Nederlandse programma's spelen. Want wij met Hardy Basken, waarom kwamen, dat die een jong van het Friese boek. En zo'n tijd, want dat voel ik meteen in de smaak. Mensen die beschouwen dat van hij is bij waarom of zo. Maar zo'n tijd ben ik er heel linig mooi omgongen, zowel Nederlands als Fries. Wat hoe dat ik me nu kwam. Eerst die ik dat net, want ik denk we moeten er heel wel even in doeken. Mm. En letterlijk koe het al hier. Ja. Ja. Hoe zit dat nou op waarom, Ries? Op die tijd waarin de stad bezocht is en ik dien heeft om alle grote theaters in Nederland te bespelen. Ja. Is het oké dat het gongen is? Heeft er vrede mee dat ik weer daarna weer in het Friese circuitkamer wist? Of denk ik wel eens van, het is ik wel spietig. Ja, nou. Nee, dat denk ik net, maar het is natuurlijk ten eerste de winst ervan, hè? Dat die dus. Dat is toch een gelegenheid om je werk er in Oegrisch te verbreden. En ja, ik denk net dat ik 54 hier in Friesland op planken stien hier ook alleen maar Fries dien. Dat zie ik nooit redden. Dus dit is een prachtige escape vest. Ja. En als het nog zo is, hier is er wat meer en wat oors van verwachten. Natuurlijk, ik wil eindig wel mijn trein maanden achtergoor in Carré. Waar net. Maar dat zie je er bij mij net in. En wat dat dan van komt, ik denk dat je gewoon te meen kennen. Dat zal de oorzaak wel worden. Maar het is ook wel mogelijk dat je gewoon de persoon binnen die het net verdoogt. En die het op een bepaald moment. Ik heb altijd een vrij artistiek, vrij onrechtig geweest. Als ik 12 solo-programma's hier achter me koor, dan dacht ik, nou, ik wil ook wel wat oors. Want de meisjes zeggen, er staat iemand werriocht op. Mm-hmm. En dat wordt sinds zo nooit vervelend. Dus dat werd een heel gezelschap mooi, of zo wat hinnen. En dat mag het natuurlijk. Dat is net de status van een erkend wasmiddelbericht. Toen is het eigenlijk van je god te vangen. En dan. Dat is voor de meesten de meest duidelijke formule net. Ja, krijg eens aan Joep van Hek die dat toch angst. Hoe goed dat ik dacht. Ja. Hetzelfde. Ja, dat zou is de angst. Joep is ik mooi een ploegje begonnen trouwens. Ja. Maar daarna, ja, constant. Ja. Ik ben net een steer, ik ben een soort sprinter, ja. Ja, en dat was heel tijd wel wat oors. En West oerspielers. Want doe in die tijd weer toen heel erg onvolk dat de cabaretier die moest maatschappij kritisch was. En dat weer ik wel dan toen ik wel wat de kritiek op die van kon wel eens wat scherper, maar dat was net. Hè? Nee, maar dat denk ik net. Nee. Ik zie het midden in die tijd. Het wie de tijd van de zwarte trui en op een barkruk ferme dingen steeds moet leven. En ik mooi wel eens wat ferm zeggen hoe het leven, maar het is net mijn opvatting van theater. Theater moet meer wijzen tenminste mijn vorm van theater, meer wijzen als alleen maar zeggen dat de vrouw het verkeerd is en beter maakt. Dat lijkt mij net. En boven dat, je bent mild als je dus ik behoefte heb om de orenkant van de medaille te beschermen, de kerenzijde. En dat is theatraal net een interessant gegeven.
relativeren is natuurlijk net interessant. Je zegt ze wat en dat stiert en dan kunnen mensen natuurlijk hoe praten. Ze kinderen hoe vlokken of ze kinderen hoe klappen. Maar dat is cabaret. Dat is heel dapper. Dat heb ik nooit gehoord. Ik ben de achterkant van de medaille mooi nemen. Ja, maar dat is dan ik die eigen niet. Ja. We komen de griffje er nog wel eens even over te praten bij een onderwerp. Dat goed. Denk ik. Ik wil ik nou graag even een stukje zien letten. De herste denk ik alles schoon. Ik moet het even inleren. Want dat is juist dat al. Dat is Kees Bielstra. Ja, ja. Helaas. Johnny, ja. Ja, hij is 8 jaar verlien hommels verstoorn. Ja. Ik een collega van u's van de Omroep. Maar hij had jaren die vast begeleider, maar best, maar zijn combo. Ja. En hij zei toen ter gelegenheid van die 65ste jaar, zei er wat over die, over het speeljen in die Hollandstalige periode. Wist nog wat het was, wat het is, wat hij zei? Nee, net meer, nee. Let wij maar even zien. Langlien. Maar hij, die eerste meer die er hier, hè, daar voorop in het Hofpleintheater, ja. Dat het er inderdaad een hele week is die en dat het in het weekend leuk was, en soms ook helemaal het leuk, want mensen die kwamen toch voor een abonnement of wat trainen dan zelf, ik zou als je hier naar Kruiskin naar gaan staan, dus we maakt ergens zin in. Dat die eerste meer die hebben wij toen misschien net zo goed begrepen, maar dat wie wel wat, als hij dus 14 dagen stierst voorop en alleen nog maar, want ja, wij winnen er wel bij natuurlijk, maar die confrontatie die je van hier alleen nog maar met het publiek. Die eenzaamheid. Ja, dat trof mij toen ik dat zeg. Want ik associeer die nou net voor en dadelijk als een met begrip eenzaamheid. Nee. En toch. Het is wel een mooi sign van Kees, hè? Want het is natuurlijk, ja, het muzikanten zitten achterop en beginnen al het trofstikte programma. Ze beginnen nooit alleen maar muzikanten, ze beginnen altijd bij de actie betrokken en dat komt heel leuk. Maar ja, het is natuurlijk zo, dus eerst ervoor op de karren te loeken. En als dan minder volle ziel mooi maken, of een publiek wat een keer net mooi wil. Ja, dan is dat zwier werk en dat kan je me wel voorstellen als dan achterop zit, dan denk ik van potverdikke, wat die man ervan werken. Dus dit zien we natuurlijk dat bij succesvolle jongen, dat ik als eerste of als enigste de bloemen krijg. En het is wel, het zei ik, het dat mooi zijn, het is ook een beetje weer. Een solist is in feite natuurlijk toch wel een beetje een eenzame figuur. Is het de skaatkant, zeg maar, van de performer? Ja, ik heb er net onder leid, denk ik. Ik weet net zo goed of ik onder leid heb, maar nee, dat lukt net. Maar het gevrot en gevraan altijd om dat varrekoord te krijgen. Hoe, ja. Is dat ik de eenzaam is? Dat je dan ik net weet hoe het uitpakt? Nou, ik denk dat ze het eenzaam is, of het weer op een railsmat een programma. De mas het schreeuwen. En dan zie ik het alle. En de mas dagelijks spelen, want we spelen elke jongen. En de mas ik werd van het oude seizoen weer naar het programma. Hè. En dan moet al hier op die tak komen, dat moest ik al hier maatje. Letter kreeg ik gelukkig wel wat steun van de oren niet. Maar ik heb wel een sansje aan jongens Jan Boerstoel, een goede vriend van mij, testgenoot Jan Boerstoel. Van, ja, die had natuurlijk al een peker de Annie M.G. Schmidprijs won met prachtige teksten en makkelijk schitterende teksten. Dan zei ik wel eens aan van ja, dat je kon natuurlijk mooie lied maatje. Ik moest altijd een programma maatje. Ik moest altijd zwagen dat er een spanningsboog roem van het begin ontdaan en een mooie pauze noemen en een mooie finale. En dat, ja, dat gevrotte mooi, dat ja. Ja. En daarmee ben je dus alleen nog. En hoe is dan als dat, want dat ben je net alleen nog omdat het performer is, maar het is natuurlijk ik gewoon die duistig leven. Maakt het dat ik dat minder ruimte hebt voor, nou ja, vreun en zeg maar een sociaal leven, de rest van het leven. Ja, ik heb wel goede vrienden, maar net een heel stel. Ik ken net lid worden van de voetbalclub en van alles wat in de winter een vermakkelijk maalkoor en maalkoor om de tafel zitten luisteren en dit en dat. Dat heet natuurlijk net. En daar zoek ik net als ik heb het thuis wakker naar het zin. En ik ken die dingen, ik wil om. Ik denk wel dat je dat mist. Ik had vroeger wel eens aan dat ik jongens voortriet. En dat ik dan overal de luchtjes omgeen zeer.
En ik denk, oh ja, ze zitten alleen bij mooi gezellig thuis. En ja. Ik moet naar je goeie aan verwellers luisteren, ik neem maar wat. Maar ja, dat weer natuurlijk ik, het geval van het feit dat ik aan de andere kant jongens ik voortwoer. Omdat iedereen thuis kwam. Ik woer dwars in het rietien. En hier is er dan geen lijst van op dat moment, dat is toch voor het thema. Nee, er zijn kwart een weemoedige momenten aan net. Ja. En dat je het weer voorbij en er steeds zo'n soort stenoer. Ja. Ik heb een aardig stukje. Ik voel naast haast oor op waar we ergens heen wijzen. Dat is hier, dat is voor die film van Pieter Verhoef. Over die rol in King Lear, Shakespeare, ja. Van het theater. De best is onderwijs, mooi Peter Siminga. Naai een zeeltje en daar heb je met oor wat er komen gaat. En ja. Daar zei iets. Sjen Peter, zeg maar even, daar boek ik even naar. Hinders, hinders. Oh, prachtig, hè, die hinders. Op een hinder zie je het niet heger als noor, je draven het als noor. Hinders, die macht. Prachtig. Dat bij vergelijken is een meestal ik maar een zutterig ding. Ja. Hè? Wij donnen het om, wij klaaien dat wat om, maar jurkjes en. En joepjes en. Kraaltjes en bol. Ja. En kraagjes. Maar dan Shakespeare hield het zo. Shakespeare zei al van zonder helpstikken is een meest net volle meer als een keel, neken, varkerig ding. Ja. Nou, zal ik hem eens nacht brengen wat ik verdoeld ben. Dochters. Dank je. Man in de hoed van jou. Ik krijg respect. He? Ik heb er nooit zoveel respect gehad als nu. Ik denk dat een acteur toch meer respect heeft als een cabaretier. Zeker Shakespeare-acteurs. Ja, ik weet ik net toch een matmal dat respect. Soms denk ik wel eens soms ooit waarom je laat je. Ja. Ja. Zullen ze ooit weer om in luisteren, ja. De saai is dat een beetje uit de grap, daar, denk ik. Ja. Maar ja, in alle grappen school het vaak toch wel een beetje weer iets, hè? Ja, dat zijn die goede grappen. Ja. Ja. Maar daar woont natuurlijk heen. Ja. Hester Wallis daar angst voor, van zullen ze nou nog wel op mijn luisteren? Werkt dat dan wel? Nou, hij is vaak van première, hij is vaak voor die. Hij soms zijn drieën mee. Dat is ergens tjist en dat is on de gang best en dat is praat en dat denkt dat het leuk is. En dat meisje een beetje in voor in een beetje grommiend de zeel verlitten en dat uit is. Maar dat is in de praktiek haast er nooit voorkomen. Het is mogelijk, Annette, het is mogelijk dat het komend of het rende seizoen al gebeuren. Dat stinkt van, oh, ik dacht dat zou leuk weer. En het is net missa. Ik denk dat, daar stel ik net bang voor weer, Mas. Want dat zou dan, ik werd een hele aardige confrontatie wezen met de letterlijke gang van het leven. Het is natuurlijk een afgang. Op toneel ging je ik altijd oor. En je komt op en je ging oor. Ja, maar dan had je het applaus al gewoon, is het bedoeling. Oké, maar de kist dat ik vat applaus, kist het mooi maatje. En de kist dat ik dus op een figuurlijke manier, het is natuurlijk weer. Het is elke jongen in dat vak, begint het en het hoort op. En dat is met Libben niks. En als het dan maar dat vak op een duur, ik zie het, het begint en dan is het jeune premier, dan is het succes. En letter, dan is het nou een beetje bij de bergdel. Ik wou het nog net, en dan was het ik net denken van dat ik er nog maar zit. Maar het zou gebeuren kennen. En toch is er een hele stap maken op een gegeven stuit. Dat wist van het cabaret en van die eigen. Vertrouwde paard bist op een gegeven moment toch wel aangegaan door die stap om te acteren, hè? Ja. En ik denk dat wel een van de geruste stappen weer die een rol bij King Lear, hè? In 2003. De haatrol van de koning die het zien riek en zien verstaan, ik verlies hem maar. Ja. Ja. Maar zien harde kop. Ik woed daar graag een stukje van Shell letten, want dan gaan we daar in deel 2 op terug. Dit is een prachtige scène, vind ik. De vervlokking van Gonda. Die hele roege scène, ja. Waarin Stouw die dochter vervlakst. Ja, oh god, ja.
Oh God, schitterend van taal. Ja. Bouke Oldenhoff vertaald. Ik zou net weten wat jou zo lelijk maakt. Nee. Harkje naar het hoer. Harkje naar mij. Leven godinne, harkje. Wie is toch van doel dit schepsel vruchtbaar te maken? Veroor je als de bliksem van mening. Maar het is kutte als we die 14 dagen uitzien. Droeg je vrouwelijk orgaan uit, zodat het uit het aarde lichaam nooit een been komt om haar te eren. En als ze er wel smieten wat, werd het een moester voor zwartgollig in wijze. Dat het teer niet dat fine veldje kerft. Lid het zien mijn zoon het goelen, maatje. Dat had het groot niet de wangen fretten. Maar je met me leefde bespottelijk. Maar je met me zwarte verachtelijk. Dat zullen ze weten wat het is. Om zo'n ontaarde draagloos bij hem te haven. Jawaai. Nou, wat je best is, jongen, jou. Doe best al mijn leuke met mijn trend net werk. Verdamp. Krijg de tarring. Lid een vlok voor een heid zat, die heeft toch het vel van zijn dochter snijden. Dat je een dochter eerder voelde weer hecht zich in. Oh, de dwaze heren. Schreeuw hem nog een keer om zo, en ik schooi hem eruit. Ik smiet hem in de modder, maar hij maakt een trend en ik van melk hem dat drek. Ja, King Lear en het acteren. Daar praten we morgen in deel 2 verder over.